ik ben een iemand die. Die geniet van dingen maken en dat heel belangrijk vindt. Na die opleiding had ik echt zoiets van, oh, wat zou het toch mooi zijn dat je als kunstenaar eigenlijk je bestaan. Ja, die behoefte om dingen te maken, dat is nooit weggegaan, dat is altijd zo gebleven. Maar het is natuurlijk ook iets wat, daar hangt nogal wat aan vast, om je daarop te richten en alle andere dingen daarop af te stemmen. Wat gaat er in mij om, dan is het ook wel, en dat is meteen ook inhoudelijk heel erg van belang, dan ben ik ook iemand waarin de ratio en het gevoel eigenlijk beide aan bod komen. Laat ik het zo zeggen. Ik ben best wel een verstandelijk iemand of een beetje een indirect reagerend iemand. Maar ik ben me ook heel erg van bewust dat daar van alles onder zit. Dat de dingen die je doet en de beslissingen die je neemt, dat die eigenlijk veel meer op instinct en intuïtie en zo gebaseerd zijn dan je vaak bewust bent. Ja, ik heb periodes gehad waarin mijn werk veel strenger was en dat ik het allemaal veel preciezer wilde beheersen. Maar ik ben erachter gekomen dat juist die wisselwerking, dat essentieel is aan de mens. En dat wil ik juist inzetten. Als je het zou moeten noemen, wat is jouw thema? Dan gaat het over de ontmoeting van natuur en cultuur. De dingen die allemaal cultureel bepaald zijn. Datgene wat de structuur en hoe wij de wereld organiseren en hoe wij greep krijgen op de dingen en op elkaar en noem maar op. Dat is, wij zijn hoogbegaafde wezens met enorme vermogens. En die worden heel positief ingezet en ook gruwelijk negatief. Wat een destructie en wat staan we elkaar naar het leven en wat zijn we toch allemaal eigen, ja, voor een groot deel heel erg egoïstische wezens, weet je wel. Dat vind ik heel spannend, dat vind ik heel bizar. Maar het zijn wel krachten in ons die heel erg bepalend zijn. En die wisselwerking. En dat zonder dat ik dat wil uitbeelden of afbeelden in een schilderij, hoe doe je dat? Maar ik wil dat wel, dat zijn wel dingen die ik vertaal in het proces van hoe mijn werk tot stand komt. Want soms gebeurt, ja, dat zie je nou ook een beetje. Ik ben nou heel erg bezig met schilderijen waarin ik een beetje een soort overgave. Je doet iets, je maakt keuzes en vrij intuïtief. Laat ik het zo zeggen. In mijn werk is datgene wat je overweegt en hoe je nadenkt over het werk en keuzes die je maakt, daar kan ik heel lang mee bezig zijn. Maar als ik aan het handelen ben, dan moet het eigenlijk in een oogwenk gebeuren. De verhouding tussen bewustzijn en intuïtie, of dat controle en niet-controle. Eigenlijk is het over. Is het dat het leven uit polariteiten bestaat. Dat is het belangrijkste eigenlijk tussen gevoel en verstand. En dat vertaalt zich op allerlei manieren in mijn werk. Van controle en niet-controle, kleur, niet-kleur, losheid en precisie, vlek en strook, scherp en vloeiend, het abstract en figuratief. Dat soort dingen. Eigenlijk geloof ik in het feit dat er energie vrijkomt uit ontmoeting van dingen die elkaars tegengestelde lijken te zijn.